Welkom in de studio. Opnieuw dus een debat over de lijn. De problemen blijven daar dan ook duren. Vandaag die staking van het ACOD, de Socialistische Vakbond. 1 op de 3 chauffeurs is niet uitgereden. De pineut is dan de reiziger, de scholier die niet weggeraakt of thuis geraakt. Bij ons Bert Maartens van N-VA. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat is er aan de hand vandaag? Wat gebeurt er? Er is vandaag een nationale staking over heel Vlaanderen bij de lijn, waar we zien dat 1/3 van de chauffeurs niet uitrijdt. Dus de hinder voor de reiziger, voor ja, de recreant, maar ook vooral voor de mensen die naar hun werk moesten vanmorgen, voor de scholier die naar zijn school moet, was echt wel groot. En dat is jammer. Te meer omdat het conflict, de nationale actie, eigenlijk voortvloeit uit een actie die gestart is in 1 regio in Vlaams-Brabant. En daar voert men al een week actie. Daar is er onrust over, zoals de minister zelf ook zegt, een aantal praktische zaken eerder. Zoals de vakantieregeling, zoals de planning van het personeel. Goed, er is overleg, onderhandeling met vakbonden. Er is een sociaal bemiddelaar aangesteld om daar tot een oplossing te komen. En tijdens die procedure van sociale bemiddeling gaat 1 vakbond, de socialistische vakorganisatie, dan een nationale actie gaan voeren. Dat is toch een beetje spijtig om zo de onderhandelingstafel te verlaten. Dit is nu een syndicale actie vanuit Vlaamse Brabant, nu nationaal, maar die problemen komen niet nieuw. Er is al lang een negatieve nieuwsstroom over de lijnen. De tevredenheidscijfers liggen historisch laag, record aantal klachten, record aantal afgeschafte lijnen, managers die opstappen, tekort aan chauffeurs was het ook, zelfs oude tramstellen die worden ingezet bij gebrek aan vervangingsonderdelen. Noem maar op, dat houdt niet op, heel die negatieve spiraal. U zegt het zelf, u geeft een aantal voorbeelden die toch tonen dat we niet altijd tevreden mogen zijn vandaag. En ik hoop echt op verbetering ook op het vlak van de organisatie en de werking van de lijn zelf, waar toch heel wat over te zeggen valt. De lijn heeft een reorganisatie voor de boeg en is er eigenlijk al een tijd mee bezig, waar een aantal afslankingen bij het personeel, ook bij het management, daar aan bod komen. Maar goed, reorganisatie, elk modern bedrijf, elk modern overheidsbedrijf, zoals de lijn, zou dat moeten aankunnen. Vandaag zien we dat daar toch heel wat protest tegen reist en dat er ook een aantal heel operationele problemen zijn als het gaat over wisselstukken, bijvoorbeeld, die maar niet tijdig op hun post geraken, waardoor voertuigen niet kunnen uitrijden. Dat zijn toch dingen die ik dan noem werkings- of managementproblemen die we moeten opgelost zien. En waar is dat dan allemaal fout gelopen? We zijn ver van die gouden, vette jaren van onder Stevaart, met zelfs de gratis bussen. Ondertussen zijn we 10, 15 jaar verder en zit dat bedrijf, ja, toen was het hip bijna, met een slecht imago, met problemen. Ook na vijf jaar een N-VA-minister die de lijn, wat er ook van zij, is er kennelijk niet beter uitgekomen, dus ook niet de reiziger. Nou, ik wil er 3 dingen over zeggen. Misschien vooraf nog, record aantal klachten, record aantal vertraging, dat zijn zeer spijtige dingen. Ligt dat allemaal aan het gebrek aan middelen, zoals de oppositie roept? Daar ben ik het absoluut niet mee eens. Als je ziet dat onder de vorige minister, Ben Weitz, N-VA-minister, dat er een recordbedrag werd geïnvesteerd in nieuwe voertuigen voor de lijn, ook ecologisch vriendelijke, milieuvriendelijke voertuigen. Als je ziet dat we in exploitatie en werkingsmiddelen, werkingsbudgetten, hebben we een besparing doorgevoerd. Maar dat heeft iedereen in de Vlaamse overheid moeten doen. Ja, want daar gaat het dan over. Je herkent dat er meer investeringen geweest zijn, maar die werkingsmiddelen, en dat zou dan zorgen voor malcontent personeel of te weinig personeel en tekort. Ja, maar die werkingsmiddelen die zijn amper, durf ik zeggen, met 4% gedaald 2019 ten aanzien van het initiële bedrag in 2014. Allee, je moet mij, meneer, eens één bedrijf noemen, één modern bedrijf dat goed gemanaged wordt, waar je een structurele besparing van 4% op de eigen werking niet aan kunt. Dat gebeurt overal, zeker in tijden van krapte, in tijden van economische moeilijkheden enzovoort. Dus dat moet elk modern gemanaged bedrijf kunnen bolwerken. Dat is toch onze overtuiging. Dus 4% lijkt me niet te veel. En nu wordt alles op een hoopje gegooid. Is alles slecht? Zijn er te weinig middelen voor de lijn? Te weinig investeringen? Quot non, klopt niet. Er zijn record aantal investeringen gebeurt. En dan heb je daarbovenop nog eens de modernisering van het bedrijf zelf, die reorganisatie die echt nodig is om het bedrijf klaar te maken voor de toekomst. Want zoals u weet, zal er een benchmark komen in de loop van deze regeerperiode, waarbij de lijn zich moet potentieel in concurrentie kunnen stellen met privéaanbieders. En dan moeten we zien dat de lijn daar de beste vervoermaatschappij voor Vlaanderen is. Ik ben ervan overtuigd dat de lijn dat kan, dat zij dat zullen kunnen, maar dan zal er toch wel nog wat werk aan de winkel zijn. En waar ligt dat dan? Je hebt het management, je hebt het kader, je hebt de technische diensten, je hebt de chauffeurs.
Waar zit de kink in de kabel? Worden er net Jos Daze, PvdA, die het verhaal vertelt van een chauffeur die 7 uur aan een stuk rijdt, non-stop. Dat is niet alleen bijzonder onaangenaam voor de bewuste chauffeur, maar ook gevaarlijk. Zijn het de chauffeurs? Zijn het de omringende diensten? Is het management, Roger Kesteloot? Wie maakt de fout? Het is natuurlijk zo, de lijn is een verzelfstandigd overheidsbedrijf. Dat betekent dat eigenlijk de politiek, de overheid, daar zeer weinig directe impact op heeft. Dus u gaat mij niet horen zeggen waar het probleem binnen het bedrijf effectief zal liggen. Wat wel belangrijk is, is dat we een modern management hebben. En ik heb het zeker niet op de persoon van Roger Kesteloot zelf, maar ik denk echt dat de lijn met een groter probleem zit dan puur het management alleen. Dat het ook gaat om een structureel imagoprobleem. En dat is belangrijk, daar moeten we over waken. Imago wordt niet beter natuurlijk met zulke cijfers of zulke stakingen. Het wordt niet beter met zulke cijfers, maar zeker ook niet met stakingen waarbij leerlingen, waarbij werknemers aan hun halte 's morgens blijven staan, in het ongewisse blijven, geen communicatie krijgen over al dan niet het uitrijden van hun bus of hun tram. Dat is niet goed voor het imago en de klachten die zullen dan alleen maar stijgen. Dus we moeten uit die negatieve spiraal. En ik roep ook de personeelsleden en de vakorganisaties in het bijzonder op om daar ook aandacht voor te hebben. Want ook zij zijn verliezer bij het imagoprobleem van de lijn. Ook zij moeten daar een verantwoordelijkheid nemen. En een staking zoals vandaag het geval is over heel Vlaanderen, ja, die draagt absoluut niet bij tot het versterken van het imago van de lijn en op het goede beeld dat we hopelijk willen creëren van onze vervoermaatschappij. Laatste vraagje, want we moeten terug, Joke, naar het debat. Wat betreft de reizigers, de ticketprijzen zijn wat gestegen de voorbije jaren, maar de dekkingsgraad blijft vrij laag, 15-20%. De rest wordt bijgepast door de overheid. Als men meer middelen wil, zou het kunnen, ja, de ticketprijzen verhogen? Dat is een voer voor onderhandeling tussen de lijn en de regering natuurlijk. In het kader van de nieuwe beheersovereenkomst moeten die dingen worden uitgeklaard. Wat wel zo is, is dat we in het regeerakkoord heel duidelijk hebben gesteld dat de kostendekkingsgraad omhoog moet. Dus dat kan door een aanpassing van tarieven, maar eigenlijk ben ik voorstander om het te zoeken in eigen boezem om te zorgen dat de werking nog performanter, nog efficiënter kan met minder middelen meer doen. Dat is denk ik de taak die we aan het management van de lijn moeten meegeven. Ja, dus geen duurder tickets dan maar anders gaan werken. Liever niet, maar we zullen zien wat de onderhandelingen daarover opleveren. Ja, dankjewel meneer Maartens voor dit gesprek. U kan verder blijven volgen en overigens, u bent ook zeer welkom aanstaande vrijdag, want dan is er het debat, het wekelijks debat. En dan debatteren we over de lijn met Marino Keulen van Open VLD. U hoorde hem daarnet ook tijdens de plenaire zitting. En Jos Daze van de PvdA, hier net vernoemd. Vrijdag dus om 18 uur het debat over de lijn.